Was je al een beetje goed wakker? Dat is belangrijk, want achter ons is het leeuwenverblijf en daar gaan we voeren vandaag. Ga je mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van Ranger Request. En deze week gaan we geen zeehonden voeren, maar we gaan het spectaculairder en gevaarlijker maken. Want wij gaan naar de leeuwen toe vandaag. Ja, en behalve het voeren van de leeuwen moet er natuurlijk nog wel meer gebeuren op zo'n dag. Nou, we gaan heel kort eventjes met onze dierverzorger Milou meekijken om te zien wat er allemaal gebeurt. En daarna wordt het tijd om de leeuwen hun lapje vlees te geven, want natuurlijk, het zijn vleeseters, dus ze gaan een stukje vlees krijgen. En daarna gaan we genieten van het ontbijt van onze leeuwen. Hier in het safaripark worden de leeuwen in de ochtend door de verzorger eerst binnengehaald. Dat betekent dat ze een kleine beloning krijgen als ze van hun buitenverblijf even tijdelijk naar hun binnenverblijf komen. Meestal worden zij gelokt met kuikens, een klein tussendoortje en daarna kan de schuif achter de leeuwen dicht en kunnen wij veilig het verblijf in. Want in het verblijf moet een heleboel gebeuren. Zo wordt onder andere de mest opgeruimd, want ja, als je iets eet, komt er aan de achterkant ook iets uit, zeggen we dan. Maar natuurlijk is het ook zo dat de botten overblijven en die botten, ja, die eten leeuwen niet op. Nou is er wel een diersoort in Afrika die wel botten kan kauwen en verteren. Misschien weet jij wel welke dat is en laat het ons dan even snel weten onder deze video. Ja, kijk hoe vet. Ik sta hier midden in het leeuwenverblijf en we hebben dus ondertussen de mest opgeruimd en de botten verzameld. En dit is gewoon de wagen waar onze leeuwen inkomen. En dan zie je bijvoorbeeld hierboven, daar ligt gewoon het lapje vlees. Oftewel, het wordt tijd dat de leeuwen losgaan. De mensen even plezier doen. Je zou het op het eerste gezicht niet denken, maar een leeuw heeft best wel een perfecte schutkleur. Want de bruine kleur van het gras in Afrika, dat is de plek waar zij laag in verscholen gaan zitten, zodat ze bijna niet opvallen. En als ze dan maar lang genoeg stilzitten en iets dichterbij komen op het moment dat de prooi niet kijkt, dan kunnen ze op het juiste moment toehappen. En dan doen ze het ook nog zo dat ze in een groep jagen. En daarmee heb je natuurlijk met elkaar meer kans dan wanneer je in je eentje moet jagen. En dan moeten we rennen, want ze komen eraan. Snel, hup, hup. Terwijl de leeuwen achter mij nog even naar een toetje kijken, zit voor ons de aflevering Ranger Request erop. De leeuwen gaan zo dadelijk 16 tot 18 uur slapen, want dat is wat ze gemiddeld doen op een dag. En wij gaan heel hard nadenken over een aflevering voor volgende week. En dan zien we jullie natuurlijk heel graag weer bij de nieuwe aflevering. Doei doei, tot dan!